Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cine.nl. Dit moet je zien. Will you please listen up to what I have to say? Cause we're in for some old-fashioned wrestling today. Not the vile and oily opposer each kind, but the kind that involves pins and thumbs you will find. Cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. So we will discuss pros and cons, faults and pluses of all your favorite movies. And we will ponder the merits of cinema in this WrestleMania. Cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Hallo, pot people. Wow. Dat is van Invasion of the Body Snatchers. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Duimpje Worstelen. De show waarin ik, Ruud Vos, het elke keer weer opneem tegen iemand anders in een discussie over een bepaalde film, waarover ik het dus niet met mijn podcast eens ben. En in dit geval gaat het om The Lost Boys, een film uit 1987 van regisseur Joel Schumacher. Het is het verhaal over Michael, een rol van Jason Patrick, en zijn jongere broer Sam, Corey Haim, die samen met hun alleenstaande moeder, Deanne Wiest, verhuizen naar een klein dorpje aan het strand, Santa Carla. En als Michael op pad gaat op de boulevard en daar een groepje andere jongens tegenkomt, ziet hij daar ook een mooie jonge vrouw, Star, gespeeld door Jamie Gatz. Maar zij gaat al om met een groepje kerels onder leiding van David, een rol van Kiefer Sutherland. Michael gaat met David en Star naar een hangout en krijgt daar onder peer pressure een geheimzinnig drankje te drinken, waarna hij zich een beetje anders gaat voelen. In de tussentijd komt jongere broer Sam erachter, door middel van twee broertjes Frog in de stripboekenwinkel, dat in Santa Carla vampieren zitten. En als hij ziet wat er met zijn broer gebeurt, weet hij, oh shit, hij wordt ook een vampier. En alsof dat allemaal nog niet moeilijk genoeg is, is moeder ook nog aan het daten met haar baas, Max. Oh jee. Michael en Sam bundelen de krachten met de gebroertjes Frog en verslaan uiteindelijk David en zijn vriendengroep, om er vervolgens achter te komen dat Max de hoofdvampier is. En als deze probeert om moeder om te turnen tot een vampier en alles verloren lijkt, rijdt opa als een ware deus ex machina door zijn eigen huismuur heen, waardoor hij op één paal valt en wordt gespiesd en explodeert. Want zo gaat dat. Opa, die nog geen enkel teken heeft vertoond dat hij wist van vampieren, doet nog even één leuke one-liner over hoe kut het is in Santa Carla dat er zoveel vampieren zijn. Einde film. Je hoort het al, een hoogstandje van jaren 80 cinema. En met wie beter daarover te praten dan met Nederlandse filmregisseur Martin Koolhoven. Misschien heb je van hem gehoord. Hij maakte films als Amnesia, Susie Q, Het Zuiden, Het Schnitzelparadijs, Een Beetje Verliefd en misschien nog wel bekender Oorlogswinter en Brimstone. Hij is iemand die ook graag over films praat. En dat doet hij ook vaak op tv, bijvoorbeeld in De Kijk van Koolhoven, een programma dat hij maakt voor de VPRO. En ook voor een live publiek. Zo deed hij jarenlang het programma Cinema Exotic. En tegenwoordig staat hij vaak in filmtheaters met bijvoorbeeld Koolhovens Keuze. Zo ook in Lux. Afgelopen 11 december nog. En naderhand had hij nog wel even tijd om aan te schuiven in deze podcast. Dus we hebben elkaar gesproken toen in het kantoor van de directeur van Lux. Met een lekker biertje erbij. Dus pak zelf een biertje erbij en luister mee naar dit gesprek met Martin Koolhoven over The Lost Boys. Maar nu eerst even dit. Show me the money. Hey, vind jij deze podcast leuk? Nou, deze podcast vindt jou ook leuk. Alleen al omdat je ernaar luistert. Zelfs als je maar af en toe luistert. Maar als je het leuk vindt om leuk gevonden te worden, dan kun je nog leuker gevonden worden door te doneren. Je kunt met een klein maandelijks bedrag deze podcast financieel steunen op Patreon. En als je dat doet, krijg je er ook nog leuke dingen voor terug.
om te laten zien hoe leuk we jou vinden. Wat zeg ik? Om te laten zien hoeveel we van je houden. Dus ga naar patreon.com/duimpjeworstelen en krijg heel veel warme gevoelens. Maar zelfs als je dat niet doet, simpelweg heel erg veel dank alleen al voor het luisteren. 3, 2, 1, 5. Mag ik ook zeggen dat je tot nu toe de best geklede gast bent in mijn podcast? Mag je zeker zeggen. Het heeft natuurlijk liefst te maken... in de uitzending. Ja. En dan ook nog een ding waarvan ik denk van, ik weet zeker dat je het je niet herinnert. Nou? Maar een tweet die... Die ik ooit heb ge... Fact check Norris hier. De tweet van apenstaartje Martin Koolhoven van 31 mei 2016 om 12:55 PM leest: Ah, de eerste negatieve recensie van Verhoeven's L. Wie is Ruud Vos? ... vraagteken. Fact check Norris out. Oké, dus die hadden we ook kunnen doen. Maar had je die erbij staan? Die heb ik al gedaan. Oh, dat was het, ja. Dus daarom heb ik hem niet bijgezet. Mm-hmm. Ik dacht wel, Benedetta zou misschien wel een goede optie zijn anders. Maar die, heb je die inmiddels wel gezien? Nee, nog niet. Anders hadden we die kunnen doen. Ja. Nee, dus in de corona-flikvlak is dat nog niet gelukt. En ik was uitgenodigd voor de première, maar... Ja. Grappig dat je dat zegt, want bij die tweet... Is het dat daaronder staat de reactie van mij? Hallo. Ja, oh ja. En dat is de reactie van jou? Kijk, daar zullen we hem hebben. Ik mis pot voor de première vanavond. Ah ja. Dus het was ook, denk ik, mede ingegeven daardoor dat je dat ging opzoeken. Maar die was, had je waarschijnlijk gevonden op de post online. Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ik heb inmiddels met Elise van Dam daar ook al een podcast. Dus wacht even, de L heb ik ook de première gemist toen. Ja. Dat is eigenlijk dat is wel opmerkelijk, ja. Dus allebei, ja. Ja, nou, lekker. Allebei vanwege andere verplichtingen? Of, L weet ik niet meer, maar dat moet wel. Want anders zou ik er zeker naartoe gegaan zijn. En ik weet dat ik bij Bernadetta, dat ik s'avonds toen in het theater stond. Ja, ja. Maar nu gaan we het hebben over een andere film, The Lost Boys. Ja. 1987, Joel Schumacher. Ja. Laten we gewoon beginnen met jouw opening statement. Mijn opening statement. Wat is The Lost Boys voor jou? Nou, het is een film die ik gezien heb toen hij uitkwam destijds. When I saw this movie for the first time. Ik weet niet meer of ik hem nou... Ik denk dat ik hem niet in de bioscoop heb gezien, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat ik hem gezien heb in het... het was toen nog het VHS-tijdperk, hè? Dus dan huurde je hem bij de videotheek. Ja. En er was toen een korte opleving van het vampieren-genre. En het vampieren-genre was natuurlijk altijd... Een klassiek genre, maar in één keer kwamen er een aantal tienerfilms uit in de half jaren 80. Dus eigenlijk in de tweede helft van de jaren 80 kwamen die uit. En dit is er daar één van. Je had ook nog hoe heette die ook alweer? Die Fright Night had je. En kort hierna kwam Near Dark ook nog uit. En zo waren er nog. Je had nog Vamp. God, je had er een aantal. Dus dat was Once Bitten met Jim Carrey erin, kwam ik nog tegen. Is dat niet begin jaren 90? Nee, dat is zelfs nog voor deze. Echt waar? Ja. Oké, okay. Maar die heb ik niet gezien. Dat is echt nog voordat die bekend werd. Oké, okay. Ja. Dus, maar die heb ik niet gezien. Maar volgens mij is dit de grootste. In ieder geval de grootste hit. Nou, in ieder geval degene die het meeste nog wordt herinnerd. Dat ook, ja, zeker. Maar het was toen ook wel echt wel gewoon echt een hit. En ik vond het een hele leuke film. En ik heb hem, daarna heb ik hem denk ik nog wel een keertje of drie of zo gezien, denk ik. En ik vind hem eigenlijk, ja, ik vind hem gewoon ontzettend vermakelijk. En... Ja, het is een beetje de MTV-versie van het vampierenverhaal. Waarbij ze
een duidelijke koppeling naar een soort van Peter Pan-mythe maken. De Lost Boys slaat natuurlijk ook op de Lost Boys, de jongens die niet op willen groeien. Ja, dus het script was ook meer doorspekt met allemaal referenties. Nog meer, ja, klopt. Ja, sterker nog, het was een als ik me goed herinner, was het de bedoeling dat ze ook allemaal nog jonger waren. Alleen het is Schumacher geweest die toen dacht van laten we die... Die bende, hoe noem je ze, laten we die iets ouder maken. Mm-hmm. En dat werkt eigenlijk heel goed, vind ik. Ik vind het een hele charmante film, ja. Dat is het. Als ik ook iets moet nageven, is het ouder maken, dat is hetgeen wat voor mij betreft het beste werkt aan die film. Jij vindt de jong, daar ga ik dan, omdat jij, ik weet dat jij de film minder leuk vindt dan ja, ik. Ja. Dat jij ergert aan die twee, hoe heet ze nou? Want dit is die The Frog twee, Brothers. Die, niet zozeer de Frog Brothers, je had, ze hadden allebei dezelfde... De Corys. De Corys, ja, precies. Ja, je hebt de Corys, ja. Die Corys, die waren, dat werd ook een begrip hierna. Ja. En dit is de film die dat ontsproten heeft, zeg maar. En, dus de eerste keer dat ze echt samen een film zaten. Precies, ze hadden wel ook allebei auditie gedaan voor de Goonies. Voor Mouth. Klopt. En eentje is ook. En hij zat ook in Gremlins en nog wat films. Ja. Maar hierna kwam License to Drive. Ja, precies. Ja. Veel meer. Ja, maar dit is ook hun grootste film. Dus het begon wat dat betreft aan de top. En zoals Orson Welles had worked our way down to the bottom ever since. Ja. En tot aan een uiteindelijk een wat is het ook weer? Zo'n... Zo'n reality show die ze hadden, de Corys, dat ze dan samen in zaten en zo. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje treurig geëindigd. En, maar ik, de film vind ik dus nog steeds leuk. Dat is wat ook grappig is, het leuke van vampieren-genre is natuurlijk dat het altijd... Het heeft een heleboel tropes. En de vraag is ook altijd, wat is de afspraak? Wat zijn de, weet je wel, ze kunnen niet tegen knoflook, ze kunnen niet tegen licht. Dat is wel grappig, want dat zit helemaal niet in het originele Dracula-verhaal. Maar het is wel origineel wel geworden. Het is volgens mij begonnen met Nosferatu. Nosferatu is de eerste die inderdaad dat licht gebruikte. Nou, dat is daarna onderdeel geworden van de vampierenmythe. Ja. En hier, ik weet niet of het de eerste was die dat deed, maar het is de eerste keer dat ik het zag... Dat verhaal van dat je een vampier, dat die als je hem uitnodigt in je huis, dat hij dan, wel tegen al die dingen kan en zoiets. Ja. Ik kon me niet herinneren dat ik dat ook al eerder bij dingen was tegengekomen. In ieder geval bij vroegere dingen. Ik weet wel, ik ken het vooral uit de tv-serie van Buffy the Vampire Slayer. Ah, dus dat ook een belangrijk ding. Maar dan is je hebt die serie, überhaupt... ik heb die film wel gezien, maar die serie is niet. Ja, daar is ook echt van, als je het niet uitnodigt, kunnen ze het hele huis niet binnen. Oh, En dat is ook later weer vaker op die manier toegepast. Ja. Alleen... Ja, maar ze spelen ook best wel veel met die dingen. Zoals dat de hoofdvampier inderdaad. Ja. Die gaan ze proberen te ontmaskeren met allemaal die regeltjes. Ja, dat werkt dan niet omdat hij uitgenodigd was. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Interessant ding. Ja. Sowieso van hoe zo weet zo'n vampier zijn dat dat een huis is. Maar dat is oké. Okay. Dat zijn gewoon de regels die je maakt. Ja, precies. Ja. Dat is nou, logica is natuurlijk altijd... Het is wel grappig dat... Als je er heel erg over nadenkt, zitten hier ook. Hier hebben ze ook in één keer een bepaald soort krachten die ook, waarvan ik denk van, hè, hoe zit dat? Op een gegeven moment gaat hij, weet ik nog dat hij, hoe heet hij nou, de main vampire van het groepje. Maar dat wordt gespeeld door Kiefer Sutherland. En Kiefer Sutherland die gaat dan ook op een gegeven moment fucks with his mind, weet je wel? Dan heb je die scène dat hij dan ook zorgt dat de noedels die worden maden en allemaal dat soort dingen en zo. Dat zit volgens mij ook nergens anders alleen in die scène. Of nou, het is nagedaan in What We Do in the Shadows. En daar kende ik het. Klopt. En daarom dacht ik van, ik ga dit kijken. Ja, maar het, in de film zelf is het volgens mij ook het enige moment dat hij zoiets doet. Ja. Het is verder niet een kracht die vampieren verder blijken te hebben of zo. Nee, ja. Corey Feldman die zegt op een gegeven moment nog van... He fucked with his mind. With our mind. En dat is ook echt zoiets van... Ja, dat komt omdat hij zijn ogen opendeed en tegen ons ging praten. En dat was alles wat hij heeft gedaan. Ja. Maar nee, de eerste keer dat ik hem zag was ook echt bij een buitenvertoning. En ik had er echt ontzettend veel zin in. Ook vanwege die verwijzingen What We Do in the Shadows. Ja. Ik dacht van als Taika Waititi dit een leuke film vindt. Vind ik ook een leuke film, ja. Ja, maar ik dacht als hij dat een leuke film vindt, dan krijg je vast ook Ja. En jij vond het niks? Ik werd echt boos.
Maar dan waren hoezo boos. Ja, ik herken wel dat je boos wordt bij een film, maar waarom deze? Nou, ik denk in dit geval vooral omdat bepaalde verhaalelementen van mijn gevoel gewoon echt zo waren afgeraffeld dat het gewoon echt voelt alsof dat niet echt serieus is genomen. Ja. En nu dat ik wat meer weet over de ontstaansgeschiedenis van de film, snap ik misschien een beetje meer waar dat een beetje tot stand komt. Ja. Maar daarbij, ik vond ook vooral Sam en de twee Frog Brothers. Ja. Eigenlijk. Ja, ja. Echt, dat doet. Ja. Maar als ik naar. Je weet wat hij doet, hè? Hij doet Stallone, hè? Oh, ja. Dat heb ik opgeschreven toen ik naar zat te kijken. Dat wist ik niet van tevoren. Ja, hij doet gewoon Stallone. En dat is, ja, als je dat weet, is die stem die je dan... I'm gonna... En dat is heel erg... Ja, ik vind dat kostelijk. Vind hij had van Schumacher de opdracht gekregen om Stallone-films te kijken. Mm-hmm. Chuck Norris-films te kijken. Precies, en toen deed hij hem gewoon letterlijk na. Ja, precies. Ook echt die hoofdband erbij, wat hij aan heeft. Ja. Alles past in dat plaatje. Ja. Dus ik vind dat een grappig idee. Ja. Alleen, het is voor mij in de Corey Feldman-lijn. Ik vind hem ook afschuwelijk om na te kijken in The Goonies. Ja. In Stand By Me is hij meesterlijk goed. Ja. En hier neemt hij weer een duik voorbij. Oké. Okay. Ja, ik vind hem... Het lijkt mij een hele nare iemand. Dus hij heeft altijd een heel naar iemand. Dus hij heeft, ik vind dat hij altijd een soort antipathie oproept bij mij. Ja. Dat doet hij al... Dat deed hij al bij Gremlins. Dat deed hij... Ik weet niet. Ik vind geen leuk iemand. En de Burbs. Maar is hij wel heel grappig in. Maar is hij wel heel erg leuk. Maar ik heb toch altijd het idee gehad bij hem... Ja, het echt is een lul. Shines through. Hij straalt dat zeker uit. Ja, ja. Ja. En bij sommige rollen past dat. Mm-hmm. En bij andere rollen heb je er last van. Ik vind het hier bijvoorbeeld irritant dat hij heel erg stoer doet. En in ieder geval zijn kaarten daarmee overspeelt. Ja. Maar ook echt zo hard probeert dat ik er gewoon... irritant van wordt. Ja. Ik vind het idee dat hij dus een soort van parodie speelt op de jaren 80 held. Ja, dat vind ik dan wel leuk. Ja. Ja, ik vind het idee ook heel leuk. Dat is het. Het idee is leuk. Ja. Uitwerking verliest hij met mij. Ja, okay. En voordat je zoiets in de Burbs, dan heeft hij ook een iets etterigs over zich heen en zo. Maar dat speelt hij heel relaxed. Dan is hij misschien wat ouder geworden. Dat wordt ook gewoon wat van hem afstraalt. Maar dan is hij gewoon de lul die aan de zijkant zit en overal op commentarieert. En dat wordt heel grappig. Ja. En dat is ook een leuke film van Dandy trouwens. Oh ja. Ja, hele leuke film. Ja. Ook een film die een heel ander einde heeft gekregen. En of, ik zeg nu ook, maar een film die een heel ander einde heeft gekregen. Zo. Maar ik vind dat een beetje een vergeten film. Maar die vind ik wel heel leuk. Ja. En toen ben je weggelopen. Weggelopen? Ja, toch? Bij die, toen je die, nee, ik ben daar niet weggelopen. Ik heb afgekeken, maar achteraf was ik echt boos. Zo van... Het was zo van... Het is echt het idee van... Jij zit in een buitenvoorstelling. Waarschijnlijk er in een park of weet ik veel wat of zo. Het was bij een soort van boerderij / wijngaard of zo. Ergens in Lent. Ja, dus het is niet een situatie waarbij je Amacor gaat kijken. Of La Dolce Vita of weet ik veel wat. Nee, gewoon iets. Het moet dan ook... Het leukst is een beetje een pulpy film of iets, weet je wel. Dus eigenlijk... Klinkt het als een perfecte film die je daar kunt zien. Dat is het ding. Ja. Ik ging naartoe van... Ah, leuk. We gaan een lekkere jaren 80 pulp kijken. En ik ging weg boos van... Verdomme, we hebben jaren 80 pulp gezien. En echt gewoon die... Dus eigenlijk ligt het bij jou. Dat klopt toch niet? Rare... Oké, maar... Nee, ik heb wel gewoon... bij ook zulke films iets van... Ook daarin mag de interne logica... zo goed mogelijk worden bewaard. Nee, natuurlijk moet dat. Maar ik ga niet hier zeggen dat het een meesterwerk is. Ik zeg dat het gewoon een ontzettend vermakelijke film is. Mm-hmm. En als ik heb net al aangegeven dat er gewoon dat er inconsequenties in zitten... in de krachten die lui blijkbaar hebben. Ja. Dat klopt. Maar het ding is dat als je films herziet... en je hebt er een beetje een positief gevoel over... dan wandel je... heel makkelijk over allerlei inconsequenties heen en dat soort dingen. En kijk je eigenlijk vooral naar wat er leuk aan is. Ja. En wat er leuk aan is, volgens mij, is dat het een celebration of youth. Het gaat over hoe leuk het is en hoe om naïef te zijn, om grappig te zijn. Dus een van de grappigste scènes vind die erin zit. Ja. Is dan weet hij dus dat zijn broer
een vampier. Of dat begint hij dat te vermoeden. In het begin is het, dan heb je dus die scène. Ik had er ook gewoon lekker meteen heel erg dik in. Gewoon binnen 2 seconden gaat hij van de conclusie van... Oké, je bent een vampier aan het worden. En dan heb je dus de scène dat hij in het bad zit. Ja. En dan komt zijn broer komt eraan. En dat is allemaal spannend. Ja. En dan uiteindelijk... komt hij er dus achter dat zijn broer een vampier is. Tenminste, dat vermoedt hij dan zeer sterk. Mm-hmm. En dan loopt hij naar boven. En dan zegt my own brother, blood-sucking vampire of zoiets. En dan zegt hij, en dat vind ik zo goed, vind ik dat... wait till mom finds out about this. Dat vind ik zo goed, vind ik dat. Dat is echt fantastisch. Dat is echt heel charmant, vind ik dat. Mm-hmm. Ja. That's not a knife. That's a knife. Vrij treffend ook. Ik zag wat recensies erover bij mensen het identificeren al heel snel als van... ja, het is misschien ook wel bedoeld als een wat meer echt een actievampierenfilm of zo. Ja. In veel opzichten. Maar het werkt op alle fronten het beste als comedy. Dus ook de dingen die niet komisch zijn bedoeld. En er zit genoeg in wat wel zo is bedoeld. Film maar oké, wat is dan een voorbeeld van iets wat niet grappig is bedoeld, maar wel is? Nou, de aanvalscène van die hond dat die Michael in de hand bijt. Dat weet ik, heb ik niet meer helemaal in het snotje. Dan zit hij in bad en dan... dat is die. Ja. Dan komt Michael naar boven gelopen. Ja. En dan zit hij even onder water. Dus hij ziet Sam niet wat er gebeurt. Maar Michael komt binnen. De hond begint te blaffen tegen Michael en vliegt hem aan. En ze vliegen samen de deur uit en rolt de trap af. Ja. En daarna komt Sam dus achter van... oh, ze liggen daar beneden. Wat ik dus net eigenlijk zo'n beetje als de leukste scène noem... denk jij dat dat niet zo bedoeld is? Of is het... Deel ervan niet. Wat niet? Er zit suspense in. Ja. En dat loopt voor mij heel erg leeg... op het moment dat die hond naar hem toe springt. Want dat is ook bedoeld als een beetje... in ieder geval ziet er bedoeld uit als meer een actiescène achter die. Mm-hmm. En het ziet er wat mij betreft wat meer potsierlijk uit. Ik zo... Je hebt hem waarschijnlijk iets... korter geleden nog herkeken dan ik. Ja, fuck je voor. En dan... Ik kan me vooral herinneren dat ik daarvoor... welke is het nou? Corey? Mm-hmm. Die andere. Niet Corey Haimes, maar Corey Feldman. Ja. Die zit dan in bad en die staat aan het zingen. En God, a home. Dat vond ik echt heel erg leuk. Dat weet ik nog. Ja. En ik kan me ook nog herinneren dat het dan een spanningsopbouw in zit... Nou, of dat hij gebeten gaat worden door zijn eigen broer. Ja. En dan heb ik een gat. En dan is dan dus wat ik net vertelde... dat hij dan erachter is gekomen dat hij... Dus daarmee wil je zeggen van... oké, dat de rest... Dat zou kunnen dat iets minder goed is. Dat weet ik niet meer, maar dat heb ik verdrongen. Ja. Nee, ik kan me goed voorstellen. Je hebt al meer van die dingen. Als de hele bende vampieren... een groep jongeren aanvallen... die bij een kampvuur zit. En dat is de eerste keer dat je Michael ook ziet veranderen... in een vampier uiteindelijk. Die Zij zit hem dan op te naaien... dat hij dan moet... hij moet bijten, toch? Of zoiets? Ja, ze proberen hem ook mee te krijgen. En dan heb je best wel zo'n chaotische shots door elkaar heen. En ik snap waarom dat zo uitziet als het doet. Want het is ook een chaos. Ja. Prima. Maar er is ook echt van die shots tussen die... Dat is niet dat ze dan in een auto zitten en dan van boven... Oh nee, maar dat is een andere scène. Nou, dit is gewoon echt gewoon ergens op een strandje of zo. En daar zitten echt een paar van die shots tussen. Dat bijvoorbeeld Kiefer Sutherland bijt iemand in het hoofd. En dan spuit zo bloed uit. Ja. En dat is echt maar een paar frames. Ja, ja. En dat is er wel echt eentje. Ik denk van, dit moet er ook cool en eng en zo uitzien. Ja, het kan ook zo te maken hebben dat het met de rating te maken had. Hè? Als het dan weer langer is, dan is het meer bloed en dan mag het weer niet. Dat zou ook kunnen, dat weet ik niet meer. Nee, tenminste, ik weet niet waarom ze deden. Ja, maar ik kan me ook niet herinneren dat het... Voor de rest is het ook zo ritmisch geknipt en zo. Dus dat zal ook zeker ervaring zijn. Ja, dat is ook MTV-tijd, hè? Dat was toen... Ja. En Schumacher heeft ook best wel wat clips gemaakt. Onder andere voor NXS, geloof ik. Maar... Was dat zo? Dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Het verbaast me niks als dat zo is. Fact Check Norris. Fact Check Norris hier. De allereerste videoclip van Joel Schumacher, notabene voor NXS, genaamd Devil Inside, is er eentje van 1988, dus een jaar na The Lost Boys. Dus oftewel, deze gevolgtrekking klopt niet helemaal. Fact Check Norris out. Ja, hij is begonnen als kostuumafdeling. En op een gegeven moment heeft hij
Hij was begonnen als kostuumafdeling, maar uiteindelijk bij Batman heeft hij die kostuums. Even voor de luisteraar. Ja. Batman heeft de homoerotische Batman film gemaakt. Mm-hmm. En hij is natuurlijk zelf ook een nicht. En hij is degene die Batman tepels heeft gegeven, toch? Ja. en een welgevormde kont. Derrière, ja. 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 Ja, dat is hij. Ja, precies. Ja. Gebaseerd op Griekse goden, standbeelden. Dat was zijn redenering, waarmee hij het... Ik heb toch het idee dat zijn geaardheid daar ook wel een rol speelde. George Clooney heeft gezegd in een interview in 2005... dat Joel Schumacher op de set wel degelijk tegen heeft gezegd van... Batman is een homoseksueel. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Niks mis mee. Nee. Maar... ik ken een aantal mensen die homoseksueel zijn die in de filmwereld de journalistiek doen en die vinden de Schumacher een held waarschijnlijk om dit soort dingen. Ja. Er zijn mensen die film ook vieren om zijn campheid, gewoon omdat er in ieder geval een goed plan achter zit. Hij weet wat hij doet. Ja. Het is een film die heel zelfbewust is van zijn eigen dingen en ik heb hem ook een jaar geleden herbekeken. Ik heb die gewoon geweigerd te zien. Okay. Ik ken natuurlijk gewoon allerlei scènes en zo, want het komt altijd wel tot je. Ja. Maar ik vond de Tim Burton films heel leuk en ik vond het heel jammer dat het uiteindelijk... Batman Forever, die eerdere Schumacher met Jim Carrey nog wel. Heb ik ook nog niet gezien. Nee. Gewoon... trok me helemaal niet. Nee. Een andere Batman. Nou moet ik zeggen dat ik ben sowieso niet een hele grote fan van superheldenfilms. Mhm. Maar in die tijd waren ze natuurlijk nog iets schaarser dan nu. Ja. Ik vond de tweede Batman, dus wat is dat? Batman Returns, dat vond ik de beste eigenlijk. Vind ik misschien zelfs nog steeds de beste die er gemaakt. Nog beter dan The Dark Knight. Ja, ja. Om maar even eentje te noemen. Ja, The Dark Knight is dus een film die ik enorm overschat vind. Waardoor ik niet wil zeggen dat die slecht is, maar wel enorm overschat. Want dat is niet zo groot. Mensen doen alsof dat Citizen Kane is, dat is niet waar. Het is sowieso vind ik met Batman. Dat heb ik een beetje. Dat is een probleem met mijn met de Nolan films. Mm-hmm. Het gaat over een man in een vleermuispak. Hoe serieus kun je het nemen, weet je wel? Dat is gewoon, hij doet alsof het fucking alsof hij de Bijbel aan het verfilmen is, weet je wel? Dus, gewichtig, dramatisch. Ja, echt heel erg. En maar hij laat wel Christian Bale die stem opzetten. Het is belachelijk die stem. Ja. Ik heb me daar van het begin af aan, sterker nog, dat heeft hij niet opgezet. Dat heeft hij ook nog daarna zo moeten bewerken, anders krijg je zo'n stem niet. Daar ben ik van overtuigd. Trouwens, ik weet niet of misschien is dat ook wel bekend. Maar kan niet anders dan dat hij daar nog digitaal aan heeft zitten fucken. En ik vind dat belachelijk. Ik vind dat niet serieus te nemen. En het leuke van Tim Burton is films, is dat die weet dat het onzin is. Ja. En daar met die onzin kan hij dan wel interessante dingen doen. En dan kan hij ook nog wel raak. Ik vind Penguin vind ik echt een heel interessant, dramatisch figuur die mij ook nog raakt ook. Ja. Binnen alle onzin die het is. Mm-hmm. En als je het dan zo... Ik heb ook zoiets van, als je het zo serieus neemt. Ik had dat bij Batman, de eerste Batman... wat is dat? Batman Returns? Is dat de eerste Nolan? Batman... Batman Begins. Batman Begins, ja, sorry. Yeah. Batman Begins. Daar had ik echt... Weet je, dat ik me in één keer af ging vragen van... waar komen al die auto's? Wie maakt dat? Weet je wel hoeveel mensen je nodig hebt om een auto te fabriceren? Dat gaat dan toch een keer... Gaan mensen erachter komen dat... Dat zijn dingen die je niet afvraagt bij Tim Burton, wat nog minstens even... Zoals in The Dark Knight, dat die gast hem probeert te chanteren. Ga je nu echt serieus doen alsof dat serieus te nemen is? Of is dat, ik wil het best wel doen alsof, hoor. Maar ik merk aan dat jij de Nolan films geweldig vindt. Ik vind ze hadden goed. Die moeten doen, denk ik. Dat is opgeklopte onzin. Overschatte films, zoals de meeste films van Nolan. ik vind Nolan wel de meest overschatte regisseur die er is dit decennium. Dit millennium eigenlijk. Dat is goed. Ja. Ik kijk ze meer inmiddels, zeker zoiets als Tenet, kijk wat meer op een niveau van word ik vermaakt door wat ik zie en dat gebeurt erbij. Ik ga zeker niet... Tenet is nou een film waar ergerde ik me dus op een gegeven moment. Ik denk, jongens, dit is een fucking bunch of baloney wat je me nu probeert te verkopen.
Wat ik best wel bereid ben om tot me te nemen, waar het niet zo dat ik de indruk krijg dat ik het heel serieus moet nemen. Okay. En dat slaat nergens op. Weet je? Mm-hmm. En ja, dat hele verhaal, ook met al die dingen die achteruit gingen en zo. Dat je denkt, van, what the fuck, wat ben je me nou aan het vertellen? Wat is het nou voor onzin? Kogels die achteruit gaan in de tijd. Ja, en dan, het ziet er mooi uit, toch? Nee, maar het slaat ook nergens op. Het is, als je erover nadenkt, klopt het ook intern helemaal niet. Maar, want? Nou, luister. Dus ik, ja. Materie gaat terug de tijd in. Ja. En maar gedraagt zich dan wel naar wat jij doet, wat er nu is. Ja. En toch is het gevolg niet eerder dan de oorzaak op dat moment. Ja, ja. Maar jij doet dat. Ja. Dus it doesn't make any fucking goddamn sense. Het slaat gewoon ergens op. Het is vooral een beetje raar als ze dat eerst gaan uitleggen. Maar uiteindelijk sowieso, het lijkt alsof hij één heel goed idee had. Namelijk, ja. Mensen gaan terug in de tijd. Mm-hmm. Of kunnen. Nou, laat ik zo zeggen. Die kunnen. Er is een manier om achteruit de tijd in te lopen eigenlijk. Ja. Dat is interessant. Ja. Maar blijkbaar vond hij dat niet genoeg was om een hele film mee te doen. Dus dan moest een heel gedoe daarvoor bedenken, totdat je aan dat punt komt. En al dat gedoe daarvoor is fucking bullshit gewoon. Dus je hebt ook materiaal dat terug kan gaan in de tijd. En al dat soort dingen. Doesn't make any goddamn sense. Los van alle andere problemen die film heeft. Maar zullen we het over de Lost Boys hebben volgens mij? Ja. Ik probeerde straks de koppeling even te maken, maar dat was even niet gelukt vanuit Batman Returns. Omdat daar ook een personage in zit dat vermoedelijk is vernoemd naar Max. Daar heet hij ook Max Shrek. En Max hierin wordt ook van gedacht dat hij is vernoemd naar Max Shrek. Ja, precies. Ja, of Max de koppeling. Shrek. Ja, Max Shrek. Ja, ja maar... Ja, kan. I wish I knew how to quit you. Een van de dingen die me ook stoorde, en dat was ook voor nu de tweede keer, vond ik het vooral een beetje onbedoeld hilarisch. Al het Michael de hele tijd. Oh, dat weet ik niet meer. Wordt er de hele tijd Michael gezegd dan? Oh, er wordt alleen aan één stuk door meerdere scènes achter elkaar. Ja, nou ja, Michael, dat is een discussie die ik nooit kan winnen. Als dat vervelend is, dan is het vervelend. Weet je? Ik kan me dat, het is mij nooit opgevallen. Ja. Sowieso is dat iets wat in films veel vaker gebeurt dan in het echt. Mensen die bij hun naam genoemd worden. Ja. Dat is wel grappig. Dat is ook op het moment dat je dan een film maakt en je gaat mensen laten improviseren. Mm-hmm. Dan op de een of andere manier is dat ook een van de dingen die de hele tijd doen. Weet je wel? Luister Michael, je moet goed naar me luisteren Michael. Dat is toch iets wat er gebeurt bij improvisaties. Mm-hmm. Heel gek is dat. Ja. Ja, nee, inderdaad. Maar de film zat wel vaker vol met dat soort dingen die me gewoon ook echt een beetje op de zenuwen weekte. Ja. Dat is dat de eerste keer waarschijnlijk heeft gemaakt dat ik er boos van was. Ja. En de tweede keer kon ik er wat relaxer naar kijken en vond ik het minder irritant. Ja. Ja, dat zijn ook dingen die heel lastig zijn om te pareren natuurlijk, omdat het ook een particulier iets is wat je storend vindt. Weet je? Kijk, als je zegt van de interne logica is zoek. Ja. Dan kun je gewoon objectief kun je dat vaststellen dat het waar is. Weet je? Mm-hmm. Dat kun je zeggen. Maar als je dingen waar je aan je stoort. Maar wat was het andere waar je aan stoorde dan? Waar je nu zei? Het laatste? Iets waar je... Verder vooral. Dus de broers, even denken. Kijk, ik heb hier echt nog wel wat dingen opgeschreven. Waarvan ik denk van... Als je er toch niet over na kan denken, dan ga ik er iets over. Die jongen die... ik ben zijn naam vergeten. Patrick. Jason Patrick heet hij zo? Ja. Waarom is hij niet veel groter geworden? Wat een fucking ster was dat toen je hem zag. Vond je dat niet? Ja. Ik weet waarom hij niet groter is geworden. Nou, vertel. Speed 2. Maar dat is toch ook pas... Dat is ook alweer 6 jaar later of zo, denk ik. Had in de tussentijd had er meer kunnen gebeuren. Ja. Dat zeker waar. Als je, de jaren 80 kijkt. Wat waren de figuren? Nou, wat is de grootste uit die tijd? Tom Cruise. Tom Cruise is, denk ik, uit deze films van 87. Ja. Wanneer is Top Gun ook ergens? Weet ik veel. Het zal nooit 5 jaar verder eerder zijn. Ik dacht 85 of zo. Nou ja, precies. Dus ongeveer dezelfde tijd. Ja. Nou, kijk hoe groot Tom Cruise uiteindelijk geworden is. Ja. En dat is zelfs een filmmogul geworden. In de zin van dat hij zijn eigen productiemaatschappij en volledig bepaalt wat hij zelf allemaal doet. Ja. En Jason, als ik jou in 87 had gevraagd van op wie ga je geld zetten? Op Tom Cruise of op Jason Patrick? Ik vind Jason Patrick veel interessanter. Uh-huh. Hij is knapper. Hij heeft een veel interessantere uitstraling. Ja. Dus ja... Ik snap het is niet zo dat Tom Cruise toen hele
geweldige rollen had gespeeld al, volgens mij. Nee, rond deze tijd zit je met Tom Cruise, denk ik, bij Color of Money. Nee, ah ja, dat is, dat, maar dat was ja, dat is al. Wanneer was Rain Man? Dat is 1990 of zo, denk ja, ik. Ja, precies. Dus het is, ja. Ja, dus toen begon hij langzaamaan een beetje zich Call of Money. Toen was hij ook een beetje de Wonderboy die dan gebruikt werd door Scorsese en zo. Ik denk dat hij daar ook wel redelijk gaat richting Born on the 4th of July. Dat nee, dat is volgens mij... Nee joh, want Born on the 4th of July, is dat de jaren 80? Nee, ik denk dat dat 90 is of zo. Oké. Okay. Denk ik. Of 91 zelfs. Mm-hmm. Mm. 89. 89, oké. Okay. Ja. Nou. Tussenin. Oké, okay, dus 87. Ja. Op wie zou je geld zetten? Toch op Jason Patrick? Ik denk wel dat hij meer likable is daar. Omdat Tom Cruise die had toen al dat hij heel erg dat overspelen van zelfvertrouwen erin had zitten. En dat zie ik bij Jason Patrick niet. Ja. Hij heeft hier wel af en toe van die momentjes dat hij dus een beetje een asshole is. Maar het wordt ook gelinkt aan zo'n vampier. Ja, een beetje asshole moet je ook zijn. Sterker nog, mijn ding is altijd een echte ster. De echte grote, weet je wel. Daar moet ook een beetje iets gevaarlijks in zitten. Er moet ook een beetje, weet je wel, dat zijn de echte leuke acteurs. Met een randje. Ja, precies. Tom Cruise is een ideale schoonzoon, was hij toen. En dat is hij misschien nog steeds wel. Tom Cruise heeft gewoon een veel grotere carrière gekregen dan die per se verdiend had, volgens mij, als je erover nadenkt. Nou, ik heb wel het idee dat hij redelijk goed heeft georchestreerd dat hij op die manier... Nou, ik denk dat hij gewoon de juiste projecten heeft gekozen. Ja. Ik denk dat het is. Ja, dat ook. Hij, ja. Hij had, naar mijn gevoel had hij ook al vrij snel door wat hij wilde neerzetten, hoe hij wilde overkomen. En dat heeft hij ook consequent kunnen doen en projecten op kunnen pakken. Ja. Maar Jason Patrick, ik kan geen één film noemen waar hij verder nog in zit. Weet jij nog een film waar hij in zit? Beast of War? Nou, tankfilm. Dat speelt hier Rus die in Afghanistan gaat vechten. En voor de rest, omdat ik het net van tevoren nog heb gezien, hij zit ook in Wayward Pines, die tv-serie door M. Night Shyamalan. Maar dat is niet echt een heel erg grote carrière heeft hij gekregen. Nee. Toch raar. Daartussen kan ik niks noemen. Nee. Terwijl hier was hij, hij was een beetje, had een soort, als een soort van jonge Jim Morrison uitstraling had hij. Mm-hmm. Wat ook nog, Jim Morrison in die cave op een gegeven moment, het was niet helemaal voor niks. When You're Strange zit erin. Precies, When You're Strange zit erin, van Echo and the Bunnyman of zo? Ja. Ja, want dat was ook nog wel een ding, hè? De muziek van die film was een grote reden waarom die... Waarom die film een grote hit werd. En volgens mij in die tijd is het een van de meest succesvolle soundtracks geweest die er waren. Ja. Er zat een hele goede versie in van Don't Let the Sun Go Down on Me van Roger Daltrey, kan ik me herinneren. Ja, klopt. Ja, ja ook prachtnummer en leuk vertolkt. Ja, nou, hij is tegen nog, ik vind dat de beste versie. Ja. Oké. Okay. Ja. Het zal niet iedereen met mij eens zijn, maar... Nee, ik vind de mini-playback-show-versie... of in ieder geval, het was het soundmix-show-versie met bekend... Nee, het was wel playback, maar dan met sterren. En dat Ron Brandsteder... Dat vond jij wel een mooiere versie. Dat vond ik wel een leuke versie. Okay. Maar dan ook achteraf werd gegrapt van... kondigde hij hem nu ook aan als Elton Ron? Sorry, dat is echt een jeugdherinnering die erop komt. Maar... Ja, oké. Okay. Ik laat dit aan de luisteraars wat ze daarvan vinden. Ik zal kijken of dat ik een link daarvan kan vinden. Of dat het ergens te vinden is. En wie weet komt er van de podcastbeschrijving uit. Volgens mij heeft Elton John was het... George Michael heeft het ook ooit gedaan, volgens mij, het nummer. Zelfs sterk nog een hit geweest. Ja, het was ook een versie van Elton John met George Michael. Ja, maar dat, volgens mij was dat... Maar volgens mij was dat... Dat is niet het origineel, toch? Het origineel is... Dat is Elton John. Ja. En er is een live versie waarbij dus George Michael... Ja, precies. Ja, die ken ik ook. Ja. Ja. Maar dan is dus de Roger Daltrey versie vind ik de beste. Ja. Aan het begin van de film heb je zo'n montage op dat When You're Strange van Echo and the Bunny. Ja. En dan zie je een beetje wat van de freaks en zo. Ja. Ik vond het ook jammer dat de film daar verder niks mee doet. Want het is wel een soort van liefdesbrief aan George raar zijn. Aan rare mensen. Ja. En uiteindelijk gaat het vooral over conformisme binnen jongvolwassenen, tieners. In welke zin gaat het vooral over conformisme? Nou, de eerste keer dat Jason Patrick, Michael, was vooral een vampier. Ja. Omdat hij door middel van peer pressure wordt overtuigd om aan de fles te gaan. Ja. En vervolgens gaat hij zich ook een beetje zo gedragen zoals hij probeert een goedkeuring te krijgen. Gaat mee onder die treinbrug hangen. Wel een goede scène is trouwens.
Jij ja, net geen goede scène, is een leuke scène, man. Nu vond ik hem leuk. Okay. De eerste keer dat ik hem zag, ik zoiets van, wat is dit? Ik snap dit niet. Laat dit, wat, stom. Waarom is het stom? Nou, sowieso, dingen met peer pressure, dat... Ja, maar dat is ook iets, dat is ook iets wat nu heel erg gevonden wordt. Dat is helemaal niet zo erg. Die gozer die moet gewoon even over een hobbel genomen worden. Nee, ik vind peer pressure ook niet per se iets schadelijks of zo. Maar als het bijna ook een beetje wordt gevierd van dat het goed is om daar zo in te doen of zo, dan weet het maar het wordt niet gevierd. Dat is een moreel oordeel over iets. Ja. Nee, het wordt niet gevierd. Je moet het uit het verhaal kijken. Okay. Hij is vampier. En worden de mogelijkheden daarvan worden hem verteld op die manier? Ja. Yeah. Nou, stel je voor dat je vampier bent. Dan is dat toch juist prettig om dat te weten, of niet? Ja. Maybe. Ja. Kan. I feel the need. The need for speed. Joel Schumacher, sowieso interessante filmmaker. Vind je? Ja. Welke films vind je allemaal interessant van hem? Ik heb namelijk helemaal niet zo heel veel gezien van hem, volgens mij. A Time to Kill. Hè? Tof. A Time to Kill. Die heb ik niet gezien, nee. En ik heb ook die, die film met Phone Booth. Die heb ik ook niet gezien. Die lijkt me eigenlijk best leuk eigenlijk. Gewoon omdat het zo'n heel specifiek idee is, ben ik gewoon benieuwd of je dat spannend kan houden. En zo. Dus vond ik destijds wel. Ja. Ook met Kiefer Sutherland trouwens, met een lezen stem. Ja. De film die hij geregisseerd heeft? Andere film die, Schumacher ook heeft gemaakt. Voor of na de Batman toestanden? Tussen de twee Batmans in is. Nee, dat was A Time to Kill. Oh, Falling Down. Oh ja, dat vind ik een overschatte film. Ja? Ja, zelfs sterker nog, dat vind ik moreel. Ja, een rare fascistische fantasie. Ja, maar het is ook eentje die heel erg wordt gevierd. De misschien moet ik hem nog een keer zien. Ik weet, dat is een film die ik toen ik hem zag, waar ik best wel boos van werd. Okay. Maar misschien heb ik die. Ik denk dat te emotioneel beleefd in die zin. Ja. Want bijvoorbeeld de film als Dirty Harry is natuurlijk ook gewoon wel rechtse onderbuikfilm. Ja. Maar die vind ik fantastisch. Dat, mm-hmm. denk ik van, dat is ja, ontegenzeggelijk heel goed gemaakt. Voor zijn doen is Joel Schumacher helemaal niet zo rechts. Nee. Maar... En ik denk dat er ook meer grijs tint in de film zit dan je misschien zult herinneren. Ja. Dat zou ik ook opnieuw moeten kijken. Mm-hmm. Maar ik had wel het idee... Ik vond het een beetje Poor Man's Taxi Driver of zo. Snap ik. Maar ik had wel het idee ook dat de eerste keer dat ik hem zag... dat ik ook al snel genoeg wel meer aan de kant stond van... Tom uit The Godfather. De advocaat. Ja, godverdorie. Ja. Ja. Fact Check Norris. Robert Duvall. Fact Check Norris aan. Dat ik wel... over werd gehaald, zeg maar, om zijn kant te kiezen op het einde en minder Michael Douglas. Ja. Maar er zijn wel mensen die die film kijken van, Michael Douglas! Kom op, schiet ze overal. Ja. Ja. Ja, ik weet, ik vond het een nare film. Is het destijds. Ook? Ja. Ja. Oh, over nare films gesproken van Joel Schumacher, 8mm. Film met Nicolas Cage. Cage, die heb ik ook niet over gezien. Over snuff film. Ja. Heb ik ook niet gezien. Zelfs schrijver als... Ik val ontzettend door de man nu natuurlijk. Ik ben gewend om alleen maar te praten over films die ik gezien heb. Mm-hmm. En dan denken mensen dat ik alles gezien heb. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. En je bent een liefhebber van heel veel dingen van... toch ook wel best wel jaren 70 heb ik het idee. Ja, 70 zeker. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, jaren 60, jaren 70, jaren 80 zijn waarschijnlijk de drie decennia... die het dichtst bij mij zijn. Dat heeft ook met mijn leeftijd te maken. Dat je hebt je gevormd. Ja, ja. Maar wel, voor de films uit de jaren 60 moest ik natuurlijk al wel al moeite doen. Want het waren niet films die per se heel makkelijk... Ik groeide natuurlijk ook op in de tijd... Dat je geen films kon downloaden. Mm-hmm. De videotheek. Videotheken waren er wel. Alleen daar waar ik op groeide, dat was niet de meest... We hadden niet een enorme grote backcatalog aan oudere titels. Nee. Dus op een gegeven moment ben ik heb ik moeite moeten gaan doen om oudere films te gaan kijken. Op die manier heb ik trouwens ook nog oudere films, weet je wel. Dus de jaren 40 en 50 en zo ontdekt. Uiteraard. Maar... ja, dat is wel grappig van nu. Als je nu jonge mensen die van film houden... maar er is zoveel nu wat nieuw is... Ja.
Dat ook daarmee wat je overstelt. Ja, dat je om bij te blijven aan nieuwe films, lukt het je niet om oude films te zien. Vind ik ook een probleem. Ja, daar heb ik ook moeite mee. Ja, ja. Ik moet echt weer even een maandje... Nou, ik heb het andersom. Ik merk dat ik minder nieuwe films zie dan dat ik eigenlijk zou horen te zien. Mm-hmm. Dus dat ik zelfs ook nog gewoon... Er zijn zoveel films die ik nog niet gezien heb, die ik nog moet halen. Zoveel film noirs en weet ik wat allemaal, die ik nog niet gezien heb. En die ga ik toch die kijken. En dat zal ook wel iets met de leeftijd te maken hebben. Alhoewel die films nog van ver voor mijn geboorte zijn. Ja. Maar dat ik dan vaak toch liever een oude film noir zie die ik nog niet heb gezien dan een nieuwe film. Snap ik, ja. 100%. Ja. En dat heb ik ook vaak genoeg. Maar aan de andere kant, als ik met mijn vriendin op een avondje een film ga kijken, dan kies ik toch liever voor een kerstromantische comedy. Ja. Twee dagen terug bijvoorbeeld heb je Season gekeken. Ook omdat ik heb gehoord die leuk is. Ja, ja. Beter is dan die misschien per se moet zijn. Maar de keer dat ik dan in mijn eentje voor mijn plezier bijvoorbeeld To Live and Die in L.A. kan kijken. Dat ja. Ja. Een beetje meer tussen de mazen door. Ja, 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 ja. En dan heb je het nog steeds over jaren 80. Maar dat zeggen ze niet eens zo lang geleden. Maar, nee, ja. maar het is ja. wel zo eentje van, het was wel een inhaler. Ja, precies. En daar moet je ook iets meer moeite voor doen om die te kijken. Ja. Want het staat niet op een streamer. En dus tenminste, dat denk ik dat hij er nu niet op staat. Maar, nou, we hebben hier wel minder luxe wat dat betreft met streamingdiensten die ook echt klassiekers laten zien. Nou, de Criterion Channel en nee, dat is allemaal niet. TNT. Nee. Klopt. Nee, maar zelfs Netflix... Amerika heeft meer oude films dan... alhoewel ze trouwens de laatste tijd ontzettend veel... heel veel Franse films erop hebben gegooid die oud zijn. Ja, precies. Dus het is best interessant om even te gaan zoeken. Wat dat betreft. Ja, het zijn niet per se altijd de allergrootste titels, maar wel... Zeker niet, nee. Dat wel tot toe aangeboden. Ja. Ik vond het sowieso grappig dat er behalve Jason Patrick... nog een andere Jan de Bont actrice in deze film zat. Wie is de andere Jan de Bont actrice? Jamie Gertz. Die speelt Star. De dame waar het allemaal om gaat. Yeah. Dat is trouwens wel iets de laatste keer dat ik het zag. Dat haar rol... Yeah. Ja, dat is wel iets waar je nu denk ik wel even iets meer over na zou moeten denken. Want zij is echt alleen maar het mooie meisje. Ja, er wordt niet heel goed duidelijk gemaakt waarom dat ze zo in de ban is van Michael. Nee, op een gegeven moment heeft ze wel zo'n stukje dialoog van... I care so much about you. Ja. Dat zegt. Ja. En ja. Nee, het is een trofee. Nee, precies. Dat is iets wat hopelijk nu beter gedaan zou worden. En dan heb je ook nog. Maar waar zit zij? Jij zei Jan de Bont. Waar zit ze dan? In Twister. Twister. Oh, zij is de vrouw met wie Bill Paxton gaat trouwen. En dan komt Helen Hunt terug. Zij is degene die altijd op de sideline wordt gezet daar. Ja. En nog een keer. Nou, hier ook een beetje sideline. Ja, terwijl het wel een belangrijke, dramatische figuur is. Ja. Ja. En heb je ook nog die Laddie, dat kind? Die heb ik... Wat gejat is van dingen uiteindelijk, hè? Van, je bedoelt dat kind wat niet opgroeit, toch? In The Lost Boys. Ja. 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 Dat is een idee. Dat zit natuurlijk ook in Near Dark en zo. Maar dat zit... eigenlijk is dat... komt dat allemaal uit... dat is wel interessant. Weet je nou... Interview with the Vampire. Van Anne Rice. Precies. Die film is, die is veel. Of zo? Ja, precies. Maar dat boek was natuurlijk veel eerder geschreven. Ja. En dat idee van iemand die dus vastzit in een klein lichaam en zo. Ja. Dat heeft allerlei andere. Op het moment dat die film uitkwam, was dat een idee wat je al in andere films had gezien. Ja. Maar dat idee is dat eigenlijk gewoon het originele verhaal van Anne Rice. Dat is wel interessant. Ja. Ik weet dat je geen superheldenfilms kijkt, maar het zit nu ook in Eternals. Nou, dat is natuurlijk zo. Kun je die ook wel overslaan? Die kijk ik niet. Ik kijk ze niet. Nee, ik heb toevallig gisteren nog samen met mijn kinderen... Hoe heet die nou? Van Michel Gondry. De Green Hornet gekeken. Oh, ja. Ja. Vond ik heel erg leuk. Oké. Okay. Ja. Dus ik heb je destijds heel erg van tegenvallen. Ja, heel veel mensen vonden dat. En waarschijnlijk is dat de reden dat ik hem destijds niet gezien heb. Mm-hmm. Omdat hij er hing een zweem van teleurstelling omheen. Ja. Ja, ik vond hem eigenlijk wel heel erg leuk eigenlijk. Okay. Ja. Ik vond vooral Christoph Waltz een beetje irritant. Maar... Ja, dat is volgens mij ook wel een beetje de bedoeling. Ik vond hem wel geinig. Ja, ja. Kan. Ja. Maar misschien had ik gewoon te verkeerde verwachtingen naar de Tarantino-rollen. Zou kunnen. Wat wel heel grappig is dat er ooit... Want er is een film die...
door allerlei mensen ooit geregisseerd zou worden. En, maar een van die mensen die dat ooit zou doen was Stephen Chow. Die, ja. Zijn beroemdste Kung film. Kung Fu Hustle, ja. Chow Lin Sun. En het grappige is dat ik vind nog iets van die humor er nog steeds wel in zitten. Mm-hmm. En Stephen Chow zou ook trouwens de sidekick spelen. Ja. En, heeft hij dat niet gedaan, toch? Nee. Dat was godzang. Kato. Ja. Hm. Ja. Ja. Ja, maar die laddie is ook echt... Deze keer, ik heb ook gewoon misschien niet goed genoeg opgelet hoor, maar het eerste uur heb ik die helemaal niet geregistreerd. Nee, die hangt er een beetje bij. En daarna ineens wordt die belangrijk gemaakt door haar. Ja. Dat is waar, dat klopt. Maar toen ben ik aan het terugspoelen en toen dacht ik van, daar zit hij wel. Nee, hij zit er al. Ja, klopt. Nee, dat is ook zo. Ja. Maar ik was echt bijna bang dat hij echt pas later... Dat pas het einde gewoon alsof hij er later bijgedraaid was. Nee, als een soort van MacGuffin erin gegooid. Nee, dat. Waar het uiteindelijk op neerkomt, het is geen meesterwerk. Dat zegt ook niemand. Maar vind je het een sympathieke film of vind je het niet een sympathieke film? En ik vind het een sympathieke film, omdat ik namelijk heel veel dingen heel leuk vind eraan. Mm-hmm. En jij neigt ernaar om hem het nadeel van de twijfel te geven. Nou ja, eigenlijk gaf ik hem vooraf het voordeel van de twijfel. En toen was ja, vooraf, dan, ja. Sorry, maar dan heb je hem nog niet gezien. Nee, dat is waar. Ja. En mijn eerste ervaring was gewoon best wel negatief. En dat is dan jammer. Ja. Dat kleurt het ook. Maar aan de andere kant, ik ben wel wat erop gemellowd. En ik heb wel zoiets van... ik heb St. Elmo's Fire niet gezien, maar ik heb het idee dat dat een serieuzere film is. Een beetje de doorbraak van deze. Ja, ik vind Lost Boys beter. Kan me ook voorstellen. Vind ik minder pretentie hebben, een leukere film. Dat moet ik zeggen. Gewoon qua visuele stijl, wat hij erin doet. Ja. Ook wanneer ze motorrijden over het strand heen met de vampieren en zo. En dan heb je shots die zijn waarschijnlijk in de studio, tenminste dat vermoed ik, in de studio opgenomen. Of misschien wel buiten, maar nog steeds niet motorrijdend. Ja. Maar van die close-ups, donker met een beetje lichteffecten, mist erbij en vooral geluid. En... Het is duidelijk dat ze niet daar op motors zitten. Nee, precies. Dat maakt verder niet uit. Nee, maar dat moet je charmant vinden of niet. Dat is visueel, is dat wel leuk gedaan. Human sacrifice, dogs and cats, living together, my sister in you. En je hebt de saxofoon guy, hoe heet hij nou? Tim Capello. Ja, zeker ja. Still believe. Die zat ook bij dingen, bij Tina Turner. Ja. Ja, onder andere. Ja. Met verschillende sterren heeft hij dingen opgenomen. Ja, maar had iemand, die was zo'n gozer met zo'n slik achterover haar. Ja. En dat is een soort... hoe moet je dat zeggen voor de mensen, de jonge mensen? Het is een meme geworden voordat memes bestonden eigenlijk. Want hij werd een... Hij heeft een fanclub vanwege deze film. Ja. En terecht. Ja. Vind ik ook. Ja. Een hele... Zo'n enorme bodybuilder die dan met zo'n saxofoon elke move zo zijn spieren aanspant. Ja, geweldig. Er is ook zo'n sketch van Saturday Night Live waarin John Hamm echt een beetje zo'n figuur speelt zoals hij. Mm-hmm. Het is eigenlijk bijna een korte film van 4 minuten. Gewoon een uitgekte sketch die volgens mij alleen op internet hebben uitgebracht. En dan heb je Andy Samberg die loopt op een stukje, in ieder geval een zo'n dreamcatcher. Die trapt per ongeluk kapot. En de zigeuner die verkoopt zegt van, ja, nu moet je betalen. En dat weigert hij. Nou, dan vervloek ik je. Dan spreekt hij een hele rare vloek uit met als laatste woord Sergio. En elke keer als hij in een bepaalde belangrijke situatie is, dan breekt er saxofoonspeler door de muur heen. Helemaal geolied. Zo staat te spelen en dan eindigt met Sergio. En die wordt gespeeld door John Hamm. Ja, volgens mij in een van de vervolgen die ik niet gezien heb, zit hij ook of zo. Of iemand die op hem lijkt. Of weet ik wat of zo. Dus hebben ze een of andere bodybuilder gast een saxofoon gegeven. Ja, er zijn 2 vervolgen. Ja, die heb ik niet gekeken. Dat ik ook niet. Detroit and the Thirst. Ja. Allebei wel. Volgens mij ook gewoon straight to video of zo. Volgens mij niet in de bioscoop uitgekomen. Nee. En er is nog een tv-vervolg uit 2019. Maar daar kon ik verder geen trailer of wat dan ook van vinden. Dus of dat die ook echt uitgebracht. Of dat het nog op IMDb staat. En, en dat het nooit gemaakt is. Ja, dat is de vraag. Ja. En iemand heeft een remake gemaakt van 15 minuten. Maar dat is die was wel te vinden. Die was gewoon een beetje crap. Maar wel grappig. Leuk dat ze het proberen. Goed. Gewoon een goede oefening om films te leren maken. En erachter te komen dat als je een snelle montage maakt, dat je niet ook het geluid moet afknippen op al die momenten. Maar dat je sommige dingen kunt laten doorlopen, zodat het met elkaar een eenheid wordt. Dat was een soort... Dat zat daarin? Of, ja. Oké, dat moet je niet hebben. Nee, maar het is grappig. Ja.
En de grote camerabewegingen hebben ze gedaan met drones. En daarom zijn ze een stuk langzamer. Maar het is charmant. Dus ze hebben het geprobeerd. Ja. Maar Sergio, niet Sergio, maar de saxspeler. Ja. Dat is toch wel een mooie... Ik heb daar sowieso bewondering voor. Ja. Als films, halverwege zie je zo'n soort van muzikaal intermezzo. Ja, dat was in de jaren 80 was dat natuurlijk gewoon het moment. Dat was een Miami Vice moment, zeg maar. Ja. Miami Vice had altijd, weet je wel, dat je op een gegeven moment dan ergens zo'n montagesequentie kreeg over muziek. Oh ja. En heel veel van de jaren 80 hebben dat. En heel veel van die films zijn ook heel verschrikkelijk en zo. Ja. De Police Academy heeft ook zo'n ding. Halverwege hebben ze ineens een strandfeest. Gewoon de eerste allereerste, ja. Slaat nergens op verder of zo. Ook met een saxofoonspeler. En dan is het Tackleberry die dan saxofoon staat te spelen. Ja. Is iets wat niemand zich waarschijnlijk herinnert. Dat komt door MTV. Dat was echt destijds. Maar sowieso films met zo'n intermezzo die verder niks mee te maken heeft, maar dat het wel plezier is om naar te kijken, daar heb ik bewondering voor. Ik kan me herinneren dat op een gegeven moment toen ik het doorkreeg, ik was toen 19 of zo, weet ik veel, ergerde ik me daar rot aan. Omdat het verhaal gewoon stil stond. Ja. Weet je, want dat was alleen maar lekker. Je had zoveel Cobra. Met Stallone, weet je wel. Ja. In mijn herinnering, die heb ik niet meer gezien sindsdien, zit die hele film daar vol mee. Ja. En, maar Still Believe met, hoe heet hij nou? Tim Capello? Nee, hoe heet hij nou? Die zanger die dat deed? Tim Capello. Die, waar ook ik het idee heb dat de geaardheid van de regisseur ook er iets mee te maken had. Ja. Dat is oké. Okay. Ja. I applaud that. Ja. Zeker weten. Hij wil het erin hebben, dat moet hij vooral doen. Dat vind ik alleen maar charme hebben. Maar we moeten wel, ik ga niet zeggen dat in zoiets als Cobra dat ik er dan ook bewondering voor heb. Maar bijvoorbeeld in Band Apart, dat ze ineens zo'n dansje maar dat is ouder. Dat is ouder. Ja. Of, maar daar, heeft het, maar daar zit er een duidelijker idee achter. Of daar zo, wel. Weet je wel? Maar nog een beter voorbeeld is Guess Who's Coming to Dinner. Ook ouder. Ja. Maar dan heb je op een gegeven moment, dan komt er iemand van de slager, komt een bestelling doen. Hmm. En die zet gewoon helemaal vet te dansen op een of andere... Ja, oké. Okay, maar dat is wat anders dan een soort van sequentie waarbij de muziek het overneemt. Ja. En dat je gewoon 5 minuten aan het vullen bent. Nou, 2 minuten aan het vullen bent. Ja, het is wel, dat het was is wel echt gewoon een jaren 80 ding. Ja. Dat is echt... Maar dit heeft niks mee te maken. Dat is echt hebben allemaal die fucking Michael Mann ook nog een overschatte film maken trouwens. Michael Mann? Ja, Michael Mann vind ik een overschatte film. Oké, ik had Heat moeten opperen. Ja, denk het. Ja. Waarom? Ja, ik vind Michael Mann echt te veel bezig met vorm. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou ja, dat kan. In zijn geval vind ik de vorm dat legitimeren. Ja. Ja, dat is altijd een lastig ding. Wanneer is iets nou vorm over inhoud of wanneer wordt de vorm de inhoud? Dat is eigenlijk... Edgar Wright is een filmmaker waarbij dat ook vaak wordt gebruikt, maar ook vaak als een illustratie van vorm is inhoud. Ja. Bijvoorbeeld iets als Scott Pilgrim vs. the World staan een heel goed voorbeeld van, denk ik. Ja. Maar daarin is de vorm ook echt wel van... Ja, maar bij hem zie je altijd nog wel een soort lol van het filmmaken erin. Dat het gaat om... wat trouwens niet wil zeggen dat ik... een aantal van de films die heel veel mensen, vooral filmnerds, heel leuk vinden, dat ik die helemaal niet zo leuk vind. Ik vind bijvoorbeeld Baby Driver vond ik helemaal niet zo goed. Mm-hmm. Ik vond, zijn tweede film, die... Dat is een vraag voor iets, maar je bedoelt Hot Fuzz. Hot Fuzz, ja, precies. Die vond ik ook niet zo goed. Mm-hmm. Ik vind Shaun of the Dead, dat vind ik geweldig. Ja. Hot Fuzz vond ik de eerste keer dat ik die zag, vond ik die tegenval. Ja. Maar ik heb hem maar 1 keer gezien. Dus, ja. Tweede keer vond ik hem alweer stuk leuk. Maar van eerste keer was ik helemaal hyped vanwege Shaun of the Dead. Ja. Ik dacht van, dit gaat geweldig worden. En het was van, dat was een hele leuke film. Ja, ik vond hem niet eens zo leuk. Nou, ik weet niet, van clichématig en weet ik veel. Maar misschien moet ik hem nog een keer zien. Is voor een groot deel ook zo. Maar wel weer met bepaalde dingen die ik een heel leuk idee vind. Zoals van, hij... had eigenlijk een love interest erin geschreven in dat dorpje voor Simon Pegg. En uiteindelijk hebben ze die love interest eruit gehaald. Hebben ze al die tekst hebben ze aan Nick Frost gegeven. Ja. Dat werkt. Ja, maar is dat pas toen je dat hoorde dat je dat leuk vond? Of vond je dat al leuk toen je de film zag? Ik vond bepaalde scènes, in ieder geval waarin hij dat soort dingen zegt, vond ik echt al leuk. Ja. Maar... Ik snap wel wat je bedoelt. Misschien moet ik hem nog een keer zien. Misschien heb je gelijk. Misschien is dat ook iets waar je op een verkeerde manier ingaat of zo. Ik vind
dat vaker bij Edgar Wright. Dat als ik het dingen opnieuw bekijk... En dus nou, hij heeft gewoon een heel groot visueel talent. Hij heeft echt... hij kan heel grappig zijn... op een puur visuele manier. Dat zijn eigenlijk niet zo heel veel regisseurs. Dus dat is absoluut waar. Nee, 100%. Ja. We hebben nog... Laat ik zeggen, ruim 10 minuten. Dus daar ga ik in ieder geval eens erin gooien. Degene die de duim omlaag doet... en dat ben ik in dit geval. Dus daarom dat ik het niet van tevoren heb aangekondigd. Zo. Ik moet ook wat verbeterpunten geven. Improve Mendazio! Voor een deel is dat ook echt gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring van ik heb me geërgerd aan de film. Maar ik ga echt zeggen van gooi alles wat Goonies-achtig is eruit. Goonies is ook iets wat ik toen ik het op een volwassen leeftijd zag. Dat was het idee, hè? Goonies met vampieren, toch? Ja. Dat was het idee. Ja, maar dat zorgt er ook echt voor dat er echt een paar van die scènes zijn, dat er van alles gebeurt, maar dat ze ook echt alleen maar tegen elkaar aan het schreeuwen zijn, dat het super luid wordt. En hoe vind je de Goonies eigenlijk? Ja, die vond, daar heb ik ook dit bij gedaan. Nou ja, precies. Dus als je... Dan, dat is ook iets waar ik me, dat heel erg hoog in mijn irritatiefactor zat daardoor. Met die kinderen de hele tijd zo aan het schreeuwen zijn. Grappig. Dat was destijds een argument van allerlei bejaarde lui. Hè? Die vonden dat die lui te veel schreeuwden. Snap ik. Kinderen. Ja, nou dat heb ik nu ook een beetje. Ja. Dus ik voel me heel bejaard. Wat dat betreft, maar dat is oké. Okay. Ik voel me graag bejaard af en toe. Ik denk dat het legitiem is om me af en toe bejaard te voelen. Maar dat is ook iets, toen ik als kind ernaar keek, toen vond ik dat ook super tof en wilde ik ook meedoen aan die avonturen en zo. En ik had ook graag koffie gedronken en heel erg luid te lopen rond schreeuwen en zo. Tuurlijk. Dat soort dingen is allemaal legitiem. Als kind prima. Maar dat is een film die voor mij gewoon een stuk minder werkt als ik oud word. Ja. En ik denk dat ik Lost Boys daarom ook gewoon echt te laat pas heb ontdekt. Ja. Maar daarom vind ik ook wel van, ik denk wel echt als je dat met als je Sam als personage schrapt, dus het jongere boertje en die twee Frog Brothers, en dat je alles gewoon het verhaal laat zijn met Michael en de groep vampieren, en ook wat meer ruimte geeft bijvoorbeeld dus ook om het vrouwelijke personage uit te werken, Star. Ja. Ik denk dat je gewoon een veel boeiendere film kunt krijgen en die ook nog steeds de lol heeft die hier ook in zit. Nou ja, het argument dat Star niet een heel erg rond personage is, daar kan ik niet tegenspreken. Dat is zeker zo. Van de andere kant vind ik het altijd lastig om een film te beoordelen op niet op wat het is, maar wat het had kunnen zijn. Ik vind dat bijvoorbeeld in recensies nooit mag. Nee, ja. Maar we zijn nu niet... we zijn geen recensenten. Wij mogen het wel. Ik ben wel recensent, maar mijn recensies blijf ik daar ook van weg. Dat moet je niet doen. Je moet niet zeggen van luister nou eens waarom schil je nou eigenlijk zonder bloemen? Ik heb het vast wel gedaan. Laat ik daar eerlijk over zijn. Nou, maar nooit bedoeld. Moet je niet doen. Je moet kijken wat iets is en niet wat iets had kunnen zijn. Ja. Of volgens jou. Je moet altijd kijken wat iets is. Mm-hmm. Maar... ik weet niet of ik het... Ik vind eigenlijk die jongere lui erin... vind ik daadwerkelijk een dramatische toevoeging. En ik geloof ook niet dat ik dat beter zou vinden... als dat eruit zou zijn. Als jij zegt van... ik erger me aan die lui... dan kun je ook nadenken van... wat vind ik irritant en... hoe zou je dat dusdanig kunnen veranderen dat niet irritant is? Ik heb ook eerst gedacht, dan zou ik gewoon moeten denken aan het herkasten van die figuren. En ik heb erover gedacht. Ik dacht van ja, de Corey Haim. Heeft het meer te maken met de interpretatie van die figuren dan met het daadwerkelijke casten. Het gaat meer over wat is het doel van die lui? Wat betekent ze in dat verhaal? En ik had bij Corey Haim ook echt zoiets van hij komt over alsof dat is gepoogd om de nieuwe Sean Astin neer te zetten. En hij lijkt er ook wel op, alleen dan een mindere versie van. Sean Astin vond ik ook heel irritant in de Goonies, maar ik snap van hem wel beter waarom dat hij in die rol zit dan Corey Haim. Corey Haim hier vind ik gewoon bijna begrijp dat. De lijn met Sean Astin en de Goonies en deze snap ik niet zo. Want hij is daar... Wacht even, Sean Astin is toch de gozer die ook die is ook een hobbit, toch? Of niet? Ja, precies. Dus dat is een hele andere figuur in de Goonies. Hij is de neutrale persoon die... Een soort van. Die Sam hier toch ook wel een beetje... Oh, sorry, ik dacht dat je Corey Haim bedoelde. Je bedoelt Corey Feldman. Nee, Corey Haim is de jongere broer. Corey Feldman is een van de vrouwen. Oké, dan heb ik het eerder verkeerd gezegd. Dan zei ik het verkeerd om. Ik haal die Corey's altijd uit elkaar. Oké. Dat is begrijpelijk. Ja.
Corey Feldman is degene die nu Michael Jackson-achtige liedjes heeft. Precies, ja. de wereld van pedofilie. Corey Haim is overleden. Ja, ja, precies. Oké, dan moet ik even herbedenken wat je zei. Want je zei dus dat hij dus dan daar dat figuur... Dat ik, ik vind het toch wel zo'n andere figuur. Ik vind het echt. Ik snap wel dat je de functie van het verhaal vergelijkt. Ja. Maar het is echt een heel ander type dan... Nee, hij is een jongen die in het begin van de film, die uit de stad komt. Mm-hmm. En die in mijn beleving een soort best wel goed is wel, zat een soort van populaire figuur was daar. En dan naar een of ander achterlijk dorp moet, waarvan hij denkt, wat de fuck moet ik hier? Dat vind ik heel iets anders dan de Goonies. Die juist een soort van grounded is in een achterlijk dorp en vindt dat moet blijven. Dus ik vind het een andere... Ik snap wat je bedoelt, maar zeker de manier waarop hij wordt gespeeld en zijn persoonlijkheid lijkt daar heel erg op. En zeker ook hoe hij het acteert. Daar ben ik het niet mee eens. Nee. Het deed me echt heel erg denken aan Nee, dat deed je denken daaraan omdat het allebei in een tijdsperiode gemaakt werd waarin allerlei dingen waarschijnlijk voor jou aan elkaar gelinkt zijn. Maar het is een heel andere figuur. Ja. Dat mag je vinden. Nee, dit is zo. Ik vind het een leuke analyse, maar wat mij betreft is het puur mening en niet... Ik vind het geen slechte analyse. Ik ga alleen zeggen dat ik het niet mee eens ben. Oké, okay, dat is Maar daarvoor zitten we hier, om het niet met elkaar eens te zijn. Dus dat is allemaal helemaal goed, toch? Ja. Ja, maar in plaats van Corey Haim had ik misschien gedacht, als ik dat dan toch maar ga zeggen bij recasting, misschien een Will Wheaton. Maar dan dacht ik van... Wie staat daar, joh? Will Wheaton, wie staat? Dat is ook de hoofdpersoon in Stand By Me. Maar er waren al twee andere Stand By Me acteurs. En daar dacht ik van, dat wordt een beetje te veel. Dus ik dacht van, welke andere beetje nerdy acteur was er in de tijd wel actief? Maar hij is toch geen nerd, man? Wat is er nou voor zo'n geluk? Hij gaat naar een stripboekenwinkel. En gaat opscheppen over hoe goed hij Batman kent. Klopt, hoezo is hij geen nerd? Nee, nou oké. Okay. Dat is op zich een nerdy ding. Maar eigenlijk is dat juist... Je moet het ook vanuit Amerika zien. Daar wordt dat niet als een soort nerdig iets gezien. Hè? Dat is waarschijnlijk cool, werd dat waarschijnlijk gevonden. Hij is iemand die zich aankleedt op een coole manier. Hij is hij is degene die, wat ik net zei... Hij komt uit een stad en hij moet naar een achterlijk dorp. Oké, hij heeft een mondriaan badjas. Hij was Pussy Magnet, was hij toen. Op zijn 14e. Dat mocht toen nog. Oeh, dat vraag ik me af. Maar, nee, zeker. Hij was absoluut... hij was een mooi boy die had ook cool haar. Hij kleedde zich goed. Hij heeft al van die highlights in zijn haar. Absoluut, man. Hij was absoluut... hij was geen nerd, hoor. Absoluut niet. Nee. Hey, laten we vaststellen dat ik het heb geprobeerd. Ja. Maar dat we eens over moeten gaan op de drie tips... Drie tips? Drie filmtips. Welke drie filmtips? Mag alles zijn? Mag alles zijn. Nou, dan ga ik proberen om in de lijn van de Lost Boys te blijven. Mm-hmm. Tip 1! Near Dark. Mm-hmm. Van, Catherine Bigelow. Ja. Is een vampierfilm die hier volgens mij, ik denk een half jaar daarna of zo uitkwam. Mm-hmm. En... de tagline die ze toen gebruikte was... It will make the Lost Boys look like Tinkerbell. En it kicks the shit out of Lost Boys in die zin. Het is echt een geweldige film. Hmm. Het is een noir-achtig verhaal. Het is ook een soort van neo-western. Echt een geweldige film. Ik ben nog te weinig bekend met vroege Catherine Bigelow. Dus er is eentje die dit is de beste film van Catherine Bigelow. Oké. Okay. Ja. Het is echt een geweldige film... ook vampier en het echt alleen een stuk harder en rauwer dan The Lost Boys. Alleen ze probeerden een beetje, toen hij uitkwam, probeerden ze een beetje op die wave te rijden. Maar het is echt een geweldige film. Mm-hmm. Even kijken hoor, de tweede. Moet ik even nadenken. Nou ja, tip 2. Interview with the Vampire noemde ik. Mm-hmm. Als je die nog niet gezien hebt, moet je die zeker zien. Dat vind ik... Moet ik even goed nadenken. Maar misschien wel de beste vampierenfilm die er ooit gemaakt is. Dat moet ik ook wel weer herzien. Want die heeft waarschijnlijk ook wel een beetje een soort van jaren 90 geur over zich heen. Waarvan je nu iets anders beleeft. Maar inhoudelijk is die echt zo verschrikkelijk goed. Het gaat over het leven. Het gaat over wat is het om
wanneer je doodgaat. Het is echt een fantastische... Ik heb het boek ook gelezen en ik vind de film beter. Oké. Ja. En als ik me niet vergis, ook een van de rollen waarin Tom Cruise liet zien wat hij nog meer kan. Maar sterker die nog, een beetje vergeten. Veruit de beste rol van Tom Cruise die hij ooit gespeeld heeft. Veruit. Ja? Ja. Was trouwens ook interessant, want hoe heet ze nou? Anne Rice, die had geschreven. Die wilde eigenlijk, die filmen zo lang in Development Hell. Ja. Zij wilde eigenlijk dat Rutger Hauer het speelde. Maar ja... en ze was enorm tegen dat Tom Cruise dat ging spelen. Okay. Heeft zich ook publiek erover dus er was een enorm gedoe over dat die film... Yeah. En toen zag ze de film, toen hij af was, heeft ze alles teruggetrokken. Heeft ze gezegd, sorry, nee, hij is geweldig. Nice. En hij doet het echt heel goed. Yeah. Nou, en de derde film, dat is puur eigenbelang. Tip 3! Ik zit nu in Nijmegen. 22 maart ga ik weer een avond hier komen in Lux. Mm-hmm. En dan gaan we het hebben over Hitman. En dan ga ik Charlie Varick laten zien. Geweldige film van Don Siegel met Walter Matthau. Ja. En het gaat over Hitman die avond. Dus ga ik eerst een uur over Hitman praten. En daarna gaan we de film zien. Dus 22 maart. Wat is er goed aan Charlie Varick? Dat ga ik dan vertellen. And so we fought and we battled. Yes, we beat each other up. Is, zoals ze zeggen, dat. Hoppa. Dank je wel weer voor het luisteren. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. Natuurlijk ook heel erg veel dank voor het gesprek en voor de gezelligheid. Martin Koolhoven. Graag tot bij Koolhovens Keuze, de volgende op 22 maart. Met natuurlijk dus Charlie Varick, waar ik erg benieuwd naar ben. Ook dank aan Rogier Kemme, met wie ik deze afspraak heb gemaakt. En voor de hulp hierbij, Veerle Egbers, mijn collega bij Lux. Dankzij wie ik dat contact met Rogier überhaupt kon leggen. En uiteraard ook dank aan de directeur van Lux, Pien Houthof, dat we dit hebben kunnen opnemen in jouw kantoor zonder jouw medeweten. Oké, heb ik dan zelf nog een leuke aanrader misschien? Jawel, ik zag laatst bijvoorbeeld op een horroravondje de film Malignant van James Wan. Een film die heel erg in de categorie valt van The Lost Boys, maar voor mij wel de goede kant op viel. Dus daarom een fijne tip. Een van de potgerukte horror die echt bizarre kanten opgaat, maar wel heel erg pleziervol. En dan zag ik gisteren ook het eerste deel van The Souvenir van Joanna Hogg. Een verhaal dat me misschien door het impressionistische karakter af en toe een beetje op een armlengte hield, maar waar wel in elk frame te zien is wat voor fantastische beelden zij kan maken en hoe goed zij is als filmmaker. Het is een soort van autobiografisch portret van een jonge filmstudent die in een nogal destructieve relatie terechtkomt. Zullen we het daar maar even lekker vaag op houden? Met ook goede rollen van Honor Swinton Byrne en Tom Burke. En nog snelle derde tip, The Lost Daughter. Ook erg fijn. Dat was hem dan, zou ik zeggen. Dit was een cinema production, gepresenteerd en gemonteerd door mij, Ruud de 20e Eeuwse Vos, en met jingles van het genie Roy Grutters. Deze podcast kwam tot stand met een klein financieel ruggensteuntje van de patrons. Casey the Great, Niels Timmer, Sine Martijn, Martijn van Koolwijk en Ed Huisman. Denk je nou, patron zijn, dat klinkt mooi. Ga dan gauw naar patreon.com/duimpjeworstelen. Daar vind je alles uit over wat, hoe en waarom. Oké, en je ziet ons ook op social media, op Twitter, Facebook, Instagram en natuurlijk op Letterboxd.
En vind je het maar niks, dan mag je dat ook zeggen. In een heel leuk haatmailtje stuur die naar duimpjeworstelen@gmail.com. En verder natuurlijk een hele dikke doei. Ladies and gentlemen, could we have an enormous round of applause please for our host, who has once again succeeded in bringing to us a plethora of top-notch cinematographically themed entertainment. We have had an absolute ball, have we not? Next time on Thumb Wrestling. Maar dus hij is wel heel erg ook het weer een soort van cliché, wat ook echt een cliché is dat eeuwen teruggaat. Dat machtige vrouwen zijn gevaarlijke vrouwen. En die spelen eigenlijk vaak dit soort rollen en dit soort moederrollen. Te veel willen moederen is ook gevaarlijk voor karakters. Het is wel interessant dat hier een vrouwelijk karakter is en geen mannelijke karakter waar het gevaarlijk voor is. Daar zit, het is een beetje het cliché van de heks toch. This podcast employs a strict only like and subscribe if you really want to pause it. Okay, bye.